Bestaat de juiste studiekeuze eigenlijk wel? Vandaag leren we dat foute keuzes niet bestaan... en krijg jij als ouder de juiste handvatten toegereikt... om je kind minder druk te laten ervaren... en de studiekeuze van je kind te vergemakkelijken. Want uiteindelijk moet er een keer gekozen worden. Je luistert naar Begeleiden bij Studiekeuze voor Ouders. De podcast voor ouders van scholieren die een studiekeuze mogen maken. Mijn naam is Eva Eickhout en in deze aflevering... Hakken we de knoop door en leren we hoe je jouw kind op een fijne manier een studiekeuze kunt laten maken? Ik ben natuurlijk niet de enige die jou als luisteraar dat allemaal kan vertellen. Zelf ben ik op sommige vlakken ook best wel in twijfel, namelijk. Maar hier tegenover mij zit Chenny Mooyman. Chenny, jij bent docent toegepaste psychologie hier op de HAN. Zie jij veel keuzestress bij jongeren? Ja, enorm. Heel veel keuzestress. Maar dat komt ook omdat er enorm veel keuzes zijn. Lijkt er wel steeds meer keuzes te worden. En um, ja, ik denk dat als je zo uit zoveel keuzes moet kiezen, dat het niet anders kan dat je ook zo stress krijgt daarvan. Ja, inderdaad. Ik, uh, ik herken het ook wel hoor. En die keuzestress, ja, die wordt natuurlijk ook wat versterkt naarmate die deadline van de studiekeuze dichterbij komt. Voor de aanmelding van een opleiding zijn er twee belangrijke zaken om rekening mee te houden. Allereerst heeft je kind een DigiD nodig om zich te kunnen aanmelden via Studielink. Vraag die dus op tijd aan. Een tweede belangrijk punt is de deadline voor het aanmelden. Voor een numerus fixus opleiding, dat is een studie met een beperkt aantal plaatsen, is de deadline voor het aanmelden op 15 januari. Voor de resterende opleidingen is de deadline 1 mei. Dan wat cijfers. Eén op de 3 aanmelders bij de HAN meldt zich voor meer dan één opleiding aan, omdat ze twijfelen of als plan B wanneer een aanmelding voor een selectieopleiding niet lukt. Dat blijkt uit cijfers van de studiekeuzecheck van de HAN. Op de open dag van de HAN in april 2022 twijfelt 61% nog tussen studies en 18% heeft nog geen idee. Dat is dus nog maar één maand voor de aanmelddeadline, terwijl 88% aangeeft in september te willen starten met een opleiding. En die twijfel leidt tot uitstel. Dat zien we ook terug in de aanmeldcijfers. Een kwart van de aanmeldingen komt binnen in de laatste twee weken voor de inschrijfdeadline. Alle luisterende moeders moeten trouwens even opletten. Het NSKO becijferde dat havisten vooral hun moeder om advies vragen als het op de studiekeuze aankomt. 63% van hen vraagt advies aan hun moeder. Des te belangrijker om jezelf daar goed op voor te bereiden. De vader heeft trouwens een hele mooie tweede plek. 49% van de havisten vraagt hem wel eens om advies. Ja, meer dan de helft twijfelt over de studiekeuze terwijl de studie in september start. Dat is best wel veel. Ja, dat is enorm veel. Wat vind je van dat, uh, dat getal? Ja, ik vind het veel, maar niet schrikbarend. Ik merk eigenlijk al op de open dagen, die net voor de sluitingsdatum zijn... dat er nog steeds heel veel twijfelende studiekiezers zijn. Ja? Ja, dus uh, dan staan ze daar en hebben een keuze of... nou, misschien wel vijf studies die ze nog interessant vinden... en dan eigenlijk nog steeds niet weten wat het daadwerkelijk gaat worden. En als je dan nog uit vijf moet kiezen, is ook best veel... Ja, vijf is wel veel. Ja, precies. Um, we hadden het er net al even over. Jongeren ervaren echt veel ja, keuzestress als het aankomt op die studiekeuze. Waarom twijfelen jongeren daar zo er heel erg over? Nou, ik denk in de eerste plaats dat ze um, er heel veel druk op leggen... wat het uiteindelijk gaat opleveren op de lange termijn. En mm -hmm. dat niet goed kunnen overzien. Mm -hmm. Dus... Uh, wat betekent dat dan als ik nu deze studie ga doen voor mijn baankansen? En uh, verandert er dan iets in de wereld waardoor deze baan misschien ook nog verandert? En dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar je geen invloed op hebt. Dus je kunt heel druk maken over wat er straks is. En dat gebeurt ook. Mm -hmm. Maar dat weet je allemaal niet. En is dan het druk maken over dan uh, dat je er een goede baan uit kan krijgen de grootste factor, denk je? Um, ik denk meerdere dingen. Ik denk wel een van de grotere factoren, inderdaad, wat er straks gaat gebeuren met, met dat beroep en, mm -hmm. en wat je dan daadwerkelijk kan worden. Het, het lijkt ook al zo te zijn hoe vager de opleiding is, hoe lastiger het is om die keuze te maken dan ook, omdat het niet duidelijk is, ja, maar wat word ik dan strakjes? Um, en daarnaast, ik, de, ja, ik denk dat inderdaad de overvloed aan keuzes maakt het ook heel erg lastig. Ja. De zorgen om. Doe ik wel het juiste? Doe ik wel het goede? Zit hem niet alleen in de baankant, maar begint gewoon bij jezelf. De twijfel in jezelf. Ja, hoe kom ik überhaupt tot een goede keuze? Uh, Eén vandaag deed een paar jaar geleden al onderzoek naar keuzestress onder jongeren. En destijds had bijna de helft van de ondervraagde jongeren last van keuzestress. En vooral met betrekking dus tot die studiekeuze. Hoe komt het dat vooral de studiekeuze, dus echt letterlijk welke studie je gaat doen, voor zoveel stress zorgt? Ja, ik denk dat een keuze sowieso voor stress zorgt. Misschien ja. leuk om een klein uitstapje te maken naar het brein, ook wat daar gebeurt. Uh, zeker, uh, nou, ik, ik, ik geef lessen in, uh, op de opleiding Toegepaste Psychologie, daar zijn we dagelijks mee bezig. Mm -hmm. En ik denk het belangrijkste in dit is dat je een verschil hebt tussen keuzes en beslissingen. Oké. Okay. En we maken eigenlijk de hele dag keuzes. Heel mm -hmm. veel keuzes. Ik denk wel duizend keuzes per dag. En die gebeuren vanuit je brein. En je brein heeft eigenlijk twee verschillende systemen: systeem mm 1 -hmm. en systeem 2. Nou, en die 95% van die keuzes, dus wat eet ik op mijn boterham of wat ga ik doen na schooltijd of. Uh, welke kleren trek ik aan, zijn heel veel keuzes die binnen die 95% vallen. Mm -hmm. En dan heb je nog een 5%. En dat zijn geen keuzes, maar dat zijn beslissingen. En beslissingen zitten in het andere systeem. En dat andere systeem vraagt veel meer energie. Want een keuze maak je eigenlijk uit een automatische reactie. Mm -hmm. En een beslissing maak je vanuit een overweging in allerlei dingen die je afweegt aan elkaar. Of, Um, wat zijn nou de voor- en nadelen daarvan? Dus die zijn veel rationeler en vragen dus meer energie, maar zijn ook veel lastiger om te maken. En daarnaast heb je ook nog zo dat je je uh, beslissing kan maken vanuit je gevoel. Mm -hmm. Dus wat zegt het mij eigenlijk vanuit mijn gut feeling? Word ja. ik hier warm van? Vind ik dit leuk? Krijg ik er energie van? Stel ik ga naar zo'n open dag toe en ik kom die ruimte binnen. Voelt het dan goed voor mij? Mm -hmm. Is de sfeer wat ik leuk vind? En dan heb je naast dat gevoel heb je ook nog een stukje verstand. En dat verstand dat ratelt maar door. Dat gaat maar door over, ja, maar krijg ik dan straks wel een baan? En wat word je hier dan? En moet ik veel leren op deze opleiding? Oh, ik hoor net dat ik moet samenwerken. Is dat wel iets voor mij? En, de, en zo nog 10, 20 dingen die je tijdens zo'n studiekeuzeproces hoort, die allemaal via jouw ratio zijn. En dat gevoel en die ratio. Ja, die gaat ook met elkaar nog even flink in discussie wat dan het belangrijkste is. Dus eigenlijk moeten we het over een studiebeslissing hebben, niet over een studiekeuze. Exact. Het klinkt veel meer alsof het een beslissing is. Het is ook een beslissing, want het is iets waarvan je weet dat het voor jou van grote invloed is op de komende vier jaar die je gaat studeren. Ja. Maar ook wat dat betekent voor jouw loopbaankeuze. En het is eigenlijk dus ook wat ik jou een beetje hoor zeggen, dat je altijd zo in, in conclaaf bent met wat wil mijn hoofd en wat wil mijn hart. Exact, ja. Dat is natuurlijk in het leven sowieso wel vaak een ding. Ja. Uh, en het is dus ook bij de studiekeuze of de studiebeslissing, zoals we het misschien dus moeten gaan noemen. Wat ik dus denk, is dat het als ouder ook belangrijk is om je te realiseren dat jouw zoon of dochter de keuze maakt op basis van die twee. Dus op mm -hmm. basis van gevoel en verstand. En als je een gesprek voert. Uh, over die studiekeuze... dat het dus niet alleen gaat over... Hey, wat vind je nou het leukste? Mm -hmm. uh, of waar, ja, waarvan denk je nou dat wordt hem? Mm -hmm. Maar dat je wat dieper vragen gaat stellen over... maar, maar wat gebeurt er dan in jou? Wat, wat voor afwegingen maak je dan... op basis van wat je hoofd zegt? En waar loop je binnen en denk je... hé, hey, dit vind ik wel leuk. Ja, ja dat is wel een goeie. Um, wat gebeurt er in het studiekeuzeproces... als een jongere keuzestress ervaart? Ik weet nog dat ik zelf ging kijken met mijn ouders en toen uh, dacht ik ja ik dacht letterlijk van nou dit lijkt me wel leuk en dat was eigenlijk denk ik wel echt de main reason waarom ik het ben gaan doen maar hoe werkt zo'n proces van zo'n keuze ja ik denk dat dat proces al vrij vroeg begint ook op de uh, middelbare school waarin je het gesprek al voert met een mentor of vanuit een les waarin je eens hoort van hey het gaat er dadelijk aankomen over twee jaar mm -hmm. uh, heb je er wel eens over nagedacht wat je leuk zou vinden of uh, uh, zullen we eens een keer iets bekijken rondom jouw kwaliteiten, wat daarin uiting komt? Ja. Dus dat begint al best wel vroeg, maar ik denk nog niet zo diep. Dus dat is een eerste verkenning in: uh, wat vind je nou leuk en waar ben je goed in? En mm -hmm. dat is denk ik een goede start. Mm -hmm. uh, daarnaast zijn er ook nog voorlichtingen op locatie, heet dat. Mm -hmm. En dat is eigenlijk dat studies vanuit uh, het hoger onderwijs voorlichtingen komen geven op de middelbare scholen om. Ja, een eerste inkijkje te geven in de opleidingen die er zijn. Ja. Dat gebeurt niet op alle, uh, alle middelbare scholen. Dus dat ligt er ook maar net aan hoe eager jouw school is... om ja. daarmee aan de slag te gaan. Precies. Maar dat zou een mooie uh, verkenning kunnen zijn. Ja. Ja, en dan heb je uh, natuurlijk een moment... ik denk zo in de derde, vierde klas... nou, vierde denk ik... Dat je een eerste keer zo'n open dag gaat bezoeken van ja. zo'n school. Ja. En dat is natuurlijk reeds spannend. Dat is reet spannend. Dat ja. weet ik nog wel. Het voelt ook alsof we dan echt naar een hele grote school gaan. En wat wees. groot, ja. Ja, wat is het daar zo groot. overweldigend. Ja, en misschien is het om vraag, maar je bent dan meestal rond de 15, 16 jaar. Mm -hmm. Ben je op die leeftijd überhaupt in staat om zo'n keuze te maken met je hoofd en je hart? Ja, dat is een goede vraag, Eva. <laughs> uh, uh, ik, ik denk dat je nog niet in staat bent om. Een, je, je hebt denk ik nog niet een enorm reflectief vermogen ontwikkeld. Mm -hmm. Dus dat je in staat bent om te zien: hé, hey, ik vind dit en waarom gebeurt dat nou ja, in mij? Ja. Welke normen of waarden heb ik? Of ja, wat? wie dat, ben ik zelf? <laughs> ja. Nee, en ik denk dat wie ben ik zelf je hele leven lang doorgaat. Dus Zeker. Je kunt zelfs op je veertigste nog bedenken: hé, hey, deze studie die ik heb gedaan, vind ik helemaal niet mijn studie. Ja, ja, ik klopt. wil iets anders gaan doen. Dus nee, dat denk ik niet. Nee. Um, maar ik denk wel dat er heel veel mensen om. De jeugd heen zijn, die kunnen helpen bij het yes. maken van die keuze. Zoals ouders. Zoals ouders, waarvoor we ook deze podcast maken. Uh, hoe kunnen ouders überhaupt herkennen bij kinderen dat zij wellicht stress ervaren door die keuze? Um, nou, ik denk dat dat natuurlijk ligt aan, aan hoe uh, je zoon of dochter zelf reageert op stress. Mm -hmm. uh, en of dat je dat kan zien, is natuurlijk heel persoonsafhankelijk. Dus, ja. dus aan uiterlijk kunnen we het soms niet altijd zien. Nee. Is soms ook best wel moeilijk om te zien of dat iemand stress heeft. Ja. Wat ik wel denk, wat je kan doen, is het gesprek erover voeren mm -hmm. en herleiden aan de antwoorden die je krijgt, of dat er stress speelt. En soms moet je het ook gewoon vragen. Dus vragen, hey, roept het bij jou wat stress op als ja. je nadenkt over die studiekeuze? Dus zien qua uiterlijk denk ik niet eens zozeer, maar ik denk wel in het voeren van het gesprek. Ja, en ook wel goed wat je straks al zei. Dat, dat Als er bewust van zijn dat je zo'n keuze maakt met je hoofd en je hart, hè, waar we het mm heel -hmm. het over hadden. Wat voel ik en wat wil ik wil ik zelf ook weer in de toekomst? Uh, en dat ook open maken in het gesprek naar je kind toe. Dus dat je dat heel erg bespreekbaar maakt en inderdaad vragen. Krijgen we er stress van? Wat voelt je hart? Wat voelt je hoofd? Ja, en niet alleen waar krijg je de stress van, maar wat maakt die stress dan? Wat zorgt er nou voor dat het voor jou onrust creëert? Want dan kom je er ook achter, bijvoorbeeld, um, zit die stress dan meer in je lijf? Ja, voel je dat het voor jou toch niet helemaal is wat je had gehoopt? Of nou, na zo'n open dag bijvoorbeeld kun je vragen, hoe voelde dat voor jou om daar te zijn, om daar rond te lopen? Ja, en, en dan ontdek je ook wat beter gaan we dat gesprek nou voeren op verstand of hard, of misschien wel allebei. En dan, dan wordt het voor jou als ouder ook makkelijker om verdiepende vragen te stellen. Ja, ja slim, goeie. Hoe voelt het om op die, school, op die school te lopen? Is eigenlijk inderdaad een hele logische vraag. Ja, en dan, en dan denk ik eigenlijk dat we ook komen op het meest belangrijke... in deze hele um, ondersteuning in keuzes maken voor ouders... is denk ik zoveel mogelijk vragen stellen... En dan heb ik het niet over hey hoe was je dag mm -hmm. of hey hoe was die open dag, um, maar dat gaat veel meer over um, proberen om wat meer coachende vragen te stellen. Mm -hmm. En met coachende vragen bedoel ik vragen die open zijn, mm -hmm. dus een open vraag, niet een vraag waar je ja of nee beantwoordt, maar een open vraag waarin een antwoord kan komen en geïnteresseerd zijn en nieuwsgierig. Ja, dus nieuwsgierig wat gebeurt er nou bij mijn zoon of dochter? Op het moment dat hij bezig is met die studiekeuze. En kun je dan een voorbeeldvraag noemen? Wat een goede vraag is om te stellen. Um, een vraag die je zou kunnen stellen is: wat spreekt jou aan bij deze studie waar je nu net bent geweest? Ja. Of als het meer gaat over gevoel, wat vond je van de sfeer die in deze ruimte was? Ja. Of als je deze toetsen nou bekijkt die hier in deze ruimte zitten, zou je jezelf dat dan zien doen? Ja. Dat zijn vragen die, die juist echt nieuwsgierig en geïnteresseerd zijn en juist je kind laten nadenken over hé, hey, maar waarom vind ik dat dan eigenlijk belangrijk want het is super moeilijk als studiekiezer om en bezig te zijn met de mensen op de open dag en bezig te zijn met de informatie die je online leest en die video te kijken om dan nog ja. zelf te ontrafelen wat gebeurt er in mij ja. en ik denk dat je als ouder vooral uh, kan helpen doordat die enorme brei aan informatie, aan gevoel, aan wat er in mijn verstand gebeurt, om die uit elkaar te halen om uiteindelijk ja, je zoon of dochter wat meer inzicht te laten geven in wat dat betekent. Als je een beetje studiekeuze stress hebt over dat doorhakken van zo'n knoop. Want op een gegeven moment moet je natuurlijk wel ook de keuze gaan maken, dan zorgt het ergens ook wel voor dat je scherp wordt en, en op blijft letten, toch? Ja, als je bezig bent met zo'n proces, dan denk ik dat je. Nou ja, door stress maak je ook bepaalde hormonen aan. En die hormonen ja. zorgen er dan voor dat je wat meer uh, ja, alert bent en, ja. uh, en goed oplet wat er gebeurt. Ja. En daarvoor is stress dan ook weer een beetje goed misschien? Ja, een beetje stress is altijd goed, want een beetje stress houdt ons scherp. En een beetje stress, als je die voelt in je lichaam, mm -hmm. dan merk je ook dat het blijkbaar belangrijk voor jou is. Dat is wel een goeie. Inderdaad, want anders hebben je er geen stress over natuurlijk. Ja, ja dan, dan, dan maakt het overnaam. je niet zoveel uit. En ik denk dat zo'n studiekeuze... natuurlijk maakt het uit wat er gebeurt. En dat is ook goed. Je kunt ook een foute studiekeuze maken, toch? Nee. <laughs> nee? Nee, een foute studiekeuze bestaat niet. Waarom niet? Nou, omdat... Ten eerste, er zijn heel veel studies. Mm -hmm. Wat betekent dat er veel meer studies zijn... die ook interessant zijn... en die voor jou de juiste keuze zijn... Mm -hmm. Daarnaast is het ook zo dat je kunt gaan studeren en je leert daar heel veel competenties en kwaliteiten. En die kun je op allerlei vlakken inzetten. En ik denk dat in deze maatschappij het ook steeds minder toedoet wat uiteindelijk je papiertjes, maar dat het vooral gaat over de skills die je hebt, de vaardigheden die je hebt, dat je communicatief sterker wordt, dat je zicht hebt op wie, wat ben, ik, wie ben ik nou eigenlijk en wat kan ik nou eigenlijk. En dat er ook na deze studie een stap is die je kan maken om te komen tot waar je uiteindelijk wilt. En het kan niet zo zijn dat jij als 16, 17-jarige helemaal weet wie jij bent, wat jij wil, waar je naartoe wilt. Nee. En laten we het alsjeblieft ook niet van ze vragen. Nee, dat is iets wat je gaandeweg, terwijl je aan het studeren bent, misschien als je je eerste baan hebt, nou dan komt er een moment dat je denkt: hé, hey, maar ik merk eigenlijk dat ik meer die kant op wil. Of ik ben stage aan het lopen en. Nou, ik zou eigenlijk liever dit willen. En zo kom je eigenlijk stapje voor stapje... meer bij de kern van wie jij bent en waar je graag naartoe zou willen. Dus we moeten het eigenlijk ook misschien geen fout studiekeuze noemen... maar een studie die toch niet bij je paste. Ja, waarin dat... je wel superveel hebt geleerd. Ja, ja, precies. Omdat je weet dat het niet bij je past. Dat heb je oh, al geleerd. Precies. Ja. En je hebt inderdaad toch mensen leren kennen... en misschien moeten samenwerken, waar je weer skills hebt opgedaan. Ja, en je hebt dus heel veel... Skills aan, opgedaan die je dus in allerlei vakgebieden kan inzetten. Ja. En ik denk dat we daar ook een beetje van af moeten dat als je één studie kiest, mm -hmm. dat er uiteindelijk ook maar één einde is. Namelijk dat specifieke beroep waar je voor hebt gestudeerd. Je kunt dat dus niet weten als 15, 16 jaar. Het enige wat je kan weten is waar je op dit moment nu blij van wordt. Ja. En waarvan jij denkt: ja, maar dit zou goed kunnen passen nu bij mij. En ja. bij, bij de dingen die. Waarvan ik een bepaald talent heb. En dan zou het ook nog eens kunnen zijn dat je wel de talent voor hebt. Maar het nog wel tot bloei moet komen. Dat het nog moet groeien. Dus dat je merkt, ja, ik ben bijvoorbeeld super creatief. Nou, ik, ga, ik wil daar iets mee doen. Mm -hmm. En dan leer ik in die opleiding hoe ik dat in kan zetten. binnen bepaalde vakgebieden. Ja. Nou, zijn er ook best wel veel ouders die vaak toch een beetje de overhand hebben. Is het een goed idee om als ouder je kind te pushen om een studiekeuze te maken? Of hoe kunnen ouders dat het beste ondersteunen? Ja, pushen denk ik nooit. <laughs> een beetje een inkoppertje. Um, wat ik zie is... Uh, ik sta op de open dag. Mm -hmm. In een grote ruimte. Achter een soort steentje. En dan um, gaat de deur open. En dan zie ik twee ouders naar voren komen. Drie meter daarachter zie ik hun zoon daarachter aankomen. En dan kijk ik al en denk ik... Voor wie is deze open dag nu bedoeld? Mm -hmm. Is het de zoon of de ouders? Nou, vervolgens komen die ouders, die komen dan dichterbij en die zeggen: Hey, zou je ons wat informatie kunnen geven over deze opleiding? Ja. ja en dan, dan moet ik eerlijk zeggen, dat vind ik dan best beschamend, omdat het gaat om de studiekeuze van je zoon of dochter. En alsjeblieft, neem hier niet de overhand in. Laat je kind zelf bepalen wat hij nodig heeft op welk moment mm -hmm. en hoe hij of haar, jou daarbij nodig heeft. Ja. En ik denk dat dat ook een mooie is om als ouder te doen. Dus daadwerkelijk te vragen aan je kind: wat heb je van me nodig? Hoe kan ik jou ondersteunen? Ja, en misschien letterlijk op zo'n open dag achter je kind lopen in plaats van voor. Letterlijk, ja. ja. Liever wel, want het gaat dus toch over de kans geven ook aan je kind om. En je wil een soort podium bieden, eigenlijk, waardoor iemand zelf kan bepalen wat hij nodig heeft. Want dat is uiteindelijk waardoor die studiekeuze beter gemaakt kan worden. Niet over jouw beeld van de opleiding, of waarvan jij nee. denkt dat het nou het beste voor jouw zoon of dochter is. Zeg je dat dan ook tegen zo'n ouders die dan aan jou komen vragen kan ik informatie krijgen? Op zo'n moment? Nou, op zo'n open dag niet. Ik vind dat ook niet uh, mijn taak. Nee, snap ik. Uh, ik denk dat het ook een tikkeltje brutaal zou zijn als ik dat zou doen. Mm -hmm. Wat ik wel doe, is ik probeer de aandacht te verleggen van de ouders naar het kind, wat is de, in ieder geval de studiekiezer Dus dan vraag ik letterlijk: wend mijn hoofd af en vraag aan de studiekiezer: hé, hey, wat weet jij hier al over? En oh ja. waar zijn jouw vragen nu nog eigenlijk? Oh ja je richt je echt tot de keuzer, ja. degene die de keuze moet maken, de maar studiekiezer. Ja, maar wat ik wel me al merk, als je dat doet, ontstaat er ook een soort van schaamte bij de studiekiezer, alsof die zich schaamt voor de situatie die dan ontstaat, omdat die voelt dat zijn ouders het eigenlijk wilden doen, bedoel je, of wat? Ja, dus zijn ouders komen naar voren, vervolgens stellen zij een vraag. Ik wend me tot de studiekiezer en ik voel een soort schaamte, een soort ja, ongemakkelijk gevoel vanuit die studiekiezer van ja, maar zij stelde een vraag, moet ik nou antwoorden? Ze staan er ook bij. Dus mijn, ik, ik kan niet de vinger opleggen wat het is. Maar mijn advies zou zijn: ouders, neem een stapje terug en laat de studiekiezer rondlopen op zo'n open dag. En bespreek dan hey, hoe kan ik met je meedenken? En, welk, en, en stel verdiepende vragen op wat je hebt gezien of wat je is opgevallen. Maar never nooit alleen je eigen mening daarin leggen. Dat gaat niet om jou. Ja, je hebt wel echt goede, duidelijke tips. Inderdaad, neem letterlijk een stap, stap, stapje terug. Ga achter je kind staan. Uh, stel open vragen. Wat kun je als ouder doen om je kind te helpen bij de studiekeuze? Wat zou je ze willen meegeven? Ik heb nog wel een hele praktische oefening die je kan doen met je kind als ja? die twijfelt over uh, studiekeuzes. Mm -hmm. Laten we ten eerste even uh, stilstaan bij het feit dat uh, acht uh, opleidingen op je lijstje hebben staan veel te veel is. Oké, okay, dat is één. Dat is één. Ja, ja we, onze hersenen crashen eigenlijk bij studie meer dan eigenlijk zes keuzes. Zes is ideaal om een keuze uit te maken, maar tussen de acht en de veertien krijgen we letterlijk kortsluiting in onze hersenen. Okay. En dat komt omdat je bezig bent met. je bent. De, de, de baten en de last aan het afwegen. En tegelijkertijd ben je ook de waarden aan het bepalen. En dat kan ons brein, kan dat niet aan. It's dat too is, much. is too much. Okay. Dus ten eerste is, denk ik, eerste stap is uh, verkleinen tot ja. ongeveer zes. Okay. Zes, maximaal vijf, zes. Maximaal zes. Maximaal okay. zes. Drie zou nog beter zijn. Okay. Wat je dan zou kunnen doen, is om daarin te helpen, is een aantal uh, lege briefjes pakken. Ja. Waar die gewoon onbeschreven zijn, v vierkante briefjes. En daar laat je je zoon of dochter uh, die opleiding opschrijven. Mm -hmm. En wat je dan doet is je legt eigenlijk één opleiding bovenaan. Dus je maakt eigenlijk een lijstje die verticaal wordt. Mm -hmm. Je legt één briefje met een opleiding leg je bovenaan. Vervolgens pak je er een tweede bij en vraag je, moet deze boven of onder deze andere opleiding staan? Mm -hmm. Waardoor je een soort prioritering krijgt. Wat hierin belangrijk is, is dat de keuze wordt gemaakt tussen twee opleidingen en niet tussen wat vind je dat deze ene opleiding tussen deze andere vijf moet staan. Okay. Er ligt er één op tafel, die andere komt erbij, je maakt een keuze, moet die boven of onder? Is het beter of minder? Mm -hmm. Vervolgens pak je er nog eentje bij en doe je precies hetzelfde, maar dan begin je bij de onderste, mm -hmm. kijk of dat die naar boven of onder moet oh ja. en zo ga je door, okay. waardoor je een soort prioritering krijgt, maar mm -hmm. op basis van twee keuzes. Wat veel makkelijker is om te maken dan vijf of zes keuzes. En dan is het leuk, natuurlijk, om dat gesprek, laten we even terugpakken, over gevoel en verstand te hebben. Wat ja. maakt nou dat je deze keuzes maakt? Wat geeft het jou? Een hele goede, bruikbare tip. Leuk bedacht met die post-its. Dit kan natuurlijk voor heel veel dingen werken. Zeker. En dan heb je inderdaad niet, hè, ik, ik, ik noem het al eerder keer, een menukaart kan soms, vind ik, ook overweldigend zijn. Al die keuzes. Dus als je het op deze manier kan prioriteren, kun je het voor jezelf voor het overzichtelijk maken. Dit is eigenlijk een manier om de keuzedruk te verminderen, toch? Ja, waardoor ja, je verlaagt eigenlijk de keuzestress ja. door de keuzes te verkleinen. En daardoor Precies. Uh, werkt het beter. Zijn er nog andere dingen die ouders kunnen doen om die stress een beetje weg te nemen? Praten over stress. Ja, <laughs> ja. Um, en daarin misschien ook laten zien dat stress oké okay is. Ja, dat het niet per se slecht... Dat het, dat, wat je straks al zei, dat het belangrijk is. Anders heb je geen stress. Ja. En ik, dat je er scherp van wordt. Ja, en ik denk dat er ook een soort schaamte heerst over stress. En dat het hm. lastig is om toe te geven dat je stress krijgt. En dat je dat hebt en dat je dat ervaart. En vooral niet weet hoe je dat op moet lossen. Ja. Want iedereen maakt toch een studiekeuze. Ik moet er toch ook mee omgaan. Ja. Terwijl het is oké okay als je je even niet lekker voelt. Ja. En daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is als ouder om... Um, er daadwerkelijk, kijk, wij kunnen nu zeggen dat het niet erg is als je een keuze maakt die uiteindelijk misschien niet helemaal past. Mm -hmm. Maar daar moet je als ouder in geloven. Mm -hmm. En dat moet je overbrengen. Je moet laten merken dat het oké okay is om een keuze te maken waarvan je niet 100% zeker weet dat die het is. Want dat kan niet. Je kunt niet, je kunt niet kiezen wat het aller, allerbeste is. Want er zijn zoveel factoren die daarvan op invloed zijn. Ja. Er is geen beste keuze. En als je dat uitschaalt als ouder. denk ik dat je de studiedruk bij je. De, de, de druk om te kiezen. verlaag je eigenlijk bij de studiekiezer. Ik wil het ook heel even met je gaan hebben over de verschillende soorten kiezers. Want je kunt natuurlijk op verschillende soorten een keuze maken. Kiest iedereen op dezelfde manier? Nee, nee. Er, je kiest eigenlijk op allerlei verschillende manieren. En je hebt daar, denk ik, ook een soort keuze. een soort stel in van, van hoe die, dat je kiest. Ik denk dat er mensen zijn die heel erg vanuit het gevoel een keuze maken. Ik denk dat ik zo iemand ben. Ja? Ja, jij? Um, vaak komt bij mij eerst het gevoel. Meteen. Binnen, binnen tien seconden voel ik er iets bij. Mm -hmm. En dan merk ik dat ik dit iets meer ruimte geef. En dan gaat mijn hoofd malen. Oh ja. En dan wordt het ingewikkeld. Oh ja. Dus die, die ja, keuze maken op basis van gevoel werkt voor mij beter. Mm -hmm. Ik denk... Dat ook je gevoel een duidelijk signaal geeft. Dus... Maar we moeten niet vergeten dat een keuze maken op basis van je gevoel. Komt door iets. Dat komt namelijk doordat je bepaalde ervaringen hebt opgedaan. Mm -hmm. of je hebt bepaalde kennis opgedaan. De kanttekening daarbij is dat je die andere ervaringen niet hebt opgedaan. Dus het is uit jouw eigen referentiekader maak je een gevoel. En Dat betekent dus dat het gevoel ja. niet altijd werkelijkheid is. Ja, wat het, zou, wat het misschien zou moeten zijn voor jou. Dus ik denk uh, op basis van gevoel kun je ja. keuze maken. Ja. Ik denk dat je ook kan dat er veel mensen zijn die logisch beredeneren. Mm -hmm. Dus een aantal argumenten bij elkaar zetten. En dan kijken wat is dan voor mij ja. de meest passende oplossing. Of waar word ik het meest rijk van? Ja. Of waar zijn de meeste baankansen? Dat kan ja, ook. Dat het op het papier eigenlijk het beste uitziet. Ja, en ik denk ook dat er mensen zijn die keuzes maken op basis van wat andere mensen doen. Ja, heb je ook nog natuurlijk. Ja, bijvoorbeeld um, uh, dat je een student bent. en er zijn allemaal mensen in jouw klas die gaan commerciële economie studeren. En jij bent dan nou net die enige die, een die bijvoorbeeld een, iets in drama of theater wil doen. Mm -hmm. Hoe is dat dan voor jou? Ja, neem je ook nog mee in je afweging. Zeker. Denk je dat het handig is om uh, heel rationeel een studiekeuze te maken? In... Alleen rationeel is denk ik niet handig omdat ik denk dat je gevoel je ook wel ingeeft waar je bij stil moet staan. Mm -hmm. Dus ik denk dat een combinatie van beide het beste is. Toch weer die, die, dat hart en het uh, hoofd, hè? Ja, die blijft maar in verbinding staan. Ja, ja het is wel gewoon echt zo. Ik herken het wel ook van mezelf. Stel je nou, je zegt, nou, mijn gevoel zit me gewoon in de weg. Want ik merk eigenlijk dat ik heel veel stress heb. En die mm -hmm. stress beïnvloedt mijn gevoel. Mm -hmm. En eigenlijk bij alles wat ik nu doe rondom deze keuze maken, krijg ik stress. Mm -hmm. Dan zou je dus kunnen overgaan naar alleen rationeel. Mm -hmm. Dan zou je bijvoorbeeld een op papier de voor's en tegen's van de studies op kunnen schrijven. Dan ja. maak je het heel rationeel. Ja. En dat maakt soms wel dat het makkelijker is om een keuze te maken. Ja. Zeker als je diegene bent die op die. Laatste open dag, net een dag voor de inschrijving, nog steeds een aantal keuzes moet maken. Dan kun je soms het beste overgaan op rationeel kiezen. Ja, ja, en dan komt er inderdaad nog tijdsdruk bij kijken. Dat kun je natuurlijk ook nog keer extra stress van krijgen. Hé, hey, waar moeten ouders volgens jou nu mee beginnen om kinderen te helpen met het doorhakken van die knoop? Ik denk het sowieso het gesprek aangaan. Ja. Dat is denk ik de eerste stap. Uh, gesprek aangaan open vraag stellen. Mm -hmm. Niet helemaal en dan en dan ja in de coacheswereld noemen ze dat dan een, een beetje naar voren leunen, dat juist niet. Mm -hmm. We willen juist dat de ouders wat meer achterover gaan leunen en vragen stellen en nieuwsgierig zijn en onderzoekend. Ja. Wat gebeurt er nou bij jou? En hoe zouden we dat gesprek kunnen voeren waardoor ik jou beter kan helpen om jouw keuze te maken. En dan zeg ik drie keer jou, want het is de keuze van de studiekiezer. Ja, dus dat je eigenlijk als ouder de vragen dusdanig stelt dat je niet jouw woorden in mond legt. En ook niet met een oordeel eraan. Maar dat je de vraag zo stelt dat het, bij, dat het kind eigenlijk aan het denken zet. Ja, en ook de ruimte krijgt om soms onbesproken dingen naar voren te kunnen brengen. Ja. Want soms is het uitstellen van een keuze. Uh, betekent ook dat je er. Dus er wringt nog iets. Mm -hmm. Er is iets wat nog niet besproken is, wat er nog niet helemaal uitgekomen is. En dat maakt dat je de knoop nog niet door kan hakken. Want als je echt, echt, echt weet dat dat het is, dan zeg je het wel. Ja. Hoe ging uh, jouw studiekeuze maken? Ja, ik wist het eigenlijk best wel. vrijwel meteen. In ieder geval dat ik iets met gedrag wilde doen. Mm -hmm. en graag mensen wilde helpen. En toen kwam ik uit op een studiekeuze of drie, vier binnen het zorgdomein. Mm -hmm. Ja, en toen heb ik het ook al met mijn ouders over gehad. van Ja, wat zou ik nou doen? En het interessante was wel dat ik wilde eigenlijk voor de, de uh, studie gaan... die voor mij het minste baankans leek. Uh, dus waarvan ik echt twijfelde, ja, moet ik dit wel doen? Want ik weet echt niet of ik hier straks mee uh, het werkveld in kan. En had je daar stress voor, dat dat... dat de uitkomst zou kunnen zijn. Ja, ik had er wel stress van. Ook tijdens mijn studie wel. Maar ik merkte wel dat in jaar drie en vier, kijk, dan ga je stage lopen, je gaat mm -hmm. afsteren en je ontmoet allemaal mensen uit het werkveld. Mm -hmm. Het interessante is daarvan, is dat je je netwerk al kan uitbreiden. Ja. En er steeds meer mensen op je pad komen die Klopt. heus wel iets voor jou kunnen betekenen. Ja. En nu is het ook gelukkig goed gekomen, dus dat is heel erg fijn. Dus en... je bent toch blij dat je die keuze hebt gemaakt, ondanks dat je er best wel even stress van hebt gehad? Ja, en ik ben blij omdat, het, uh, omdat ik dicht bij mezelf ben gebleven. Ja, dat is ook nog wel een hele mooie die je nu noemt, denk ik. Dat je dicht bij jezelf blijft. Want uiteindelijk, hoe dichter je bij jezelf blijft, hoe meer je iets waarschijnlijk gaat doen wat je wel gewoon leuk vindt. En dat klinkt bij jou alsof dat toch wel het belangrijkste is. Ja, ik vind het belangrijkste in denk sowieso het leven is ja. uh, niet alleen dat je iets leuk vindt, maar dicht bij jezelf betekent dat je er ook senang bij voelt. Dat de dingen die je elke dag doet. Uh, bijdragen aan waarom jij hier bent. Nou oké, okay, nu gaan we wel heel diep. <laughs> maar dat is wel wat ik een beetje voel. Dat ja. die studiekeuze maakt dat je uh, ja, happy voelt. Dat je, dat je blij en gelukkig kan zijn met de dingen die je doet. Dus het gaat niet om de output. Het gaat over dit moment. Ik wil dit moment, wil ik dit graag doen. En het moet oké okay zijn. En wat vind je er dan van als mensen een studiekeuze maken... puur omdat ze er later veel geld mee willen gaan verdienen? Dat echt de, alleen dat de drijfveer is? Ja, vanuit mijn, psycholo mijn psychologische hoed op denk ik natuurlijk: nee, dat is niet handig. Nee. Um, maar ik denk dat het ook helemaal niet erg is als je die keuze wel maakt, omdat je op een gegeven moment wel achterkomt of dat je er blij van wordt of niet. Ja. En er zou ook ja. kunnen zijn dat je dus daar wel heel happy van wordt. En dat is dan geen foute keuze, maar dat is dan een keuze waar je iets van geleerd hebt. Exact. Nou. Wil je tips en oefeningen om samen met je kind te doen, zodat jouw kind de studiekeuze knoop door kan hakken? Kijk dan op hand.nl slash knoopdoorhakken. En zo zijn we aan het einde van deze podcast helemaal klaar om stressloos die knoop door te hakken. Dankjewel Shani Moijman, docent Toegepaste Psychologie hier aan de Han. Ja, alsjeblieft. Gun jij de kinderen van jouw collega-ouders ook een fijne studiekeuze? Deel dan deze podcast. Dat kan via de handige deelknop in Spotify of op YouTube. En zo help je dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Dit was voor nu de laatste podcast in deze reeks. Als je wat hebt gehad aan deze podcast, of hem gewoon heel erg leuk vond, dan is dit het moment om ons sterren te geven als je in een podcast-app luistert. Luister je op YouTube, geef dan een like. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot later.